Goedendag. Ik start dit weekend weer even met een plaatje vanuit Kijkduin, waar ook hoogwater aanwezig was door storm Pia. Ook op andere plaatsen in Nederland was dat het geval en verschillende keringen moesten daarvoor ook gesloten worden. Dat onstuimige weer waar we dus gisteren mee te maken hadden, met toen zware tot zeer zware windstoten, daar hebben we vandaag niet meer mee te maken, maar het is toch nog steeds wel onstuimig hoor. We zien nog zware windstoten aan de kust, maar verder landinwaarts ook nog wel windstoten van 50, 60, misschien wel 70 km per uur. En als er dan ook nog eens een bui overtrekt, is het toch niet zo vriendelijk weer om buiten te zijn. Dat hebben we allemaal te danken aan een westelijke stroming die echt al een tijdje aan de gang is. Ook komend weekend hebben we daar mee te maken. Zaterdag waarschijnlijk wel iets droger weer in het zuiden van Nederland. Het noorden, daar trekken nog steeds buien over. Kan regionaal ook flink wat neerslag weer gaan vallen. Maar het is wel maar tijdelijk van aard voor het zuiden van het land, dat drogere weer. Want zondag trekken opnieuw buien over. Die buien kunnen misschien ook een beetje gaan samenklonteren en dan wat meer een aaneengesloten regengebied gaan vormen. En dan is het toch echt wel grauw en grijs in aanloop naar de kerstdagen. De neerslag. Dat noemde ik net ook al. Regionaal kan er weer een flinke som bij gaan vallen. 2023 wordt waarschijnlijk al een recordjaar wat neerslag betreft. En er valt dus regionaal ook nog een flinke plens bij. We zien hier toch sommen van 10, 20 mm. Misschien gaan we lokaal wel weer naar 30 mm regenwater. Komend weekend. En dan heb je die paraplu dus echt ook wel weer even nodig. Hoe ziet dat er dan in de weersymbolen uit voor dit weekend? Het noorden, daar verwacht ik dus de meeste regen op de zaterdag. In het zuiden is het dan waarschijnlijk tijdelijk wat droger, met misschien nog een waterig zonnetje daar. Dus toch even iets ander weer in die regio's. De wind die waait overigens wel nog steeds stevig door uit westelijke richting. En het is vrij zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen tussen 9 en 11 graden. En dat zachte weer dat zet nog een tandje bij op de zondag. Het wordt dan op grote schaal 12 of 13 graden. En normaal is het zo'n 6 graden. Dus dan zitten we 6 of 7 graden boven. Echt erg zacht. De wind blijft nog steeds stevig doorwaaien. En die regen die breidt zich dan ook weer uit over de zuidelijke regio's van ons land. Dus dan is het toch beter weer om even binnen te gaan zitten bij de kerstboom. Um, in plaats van naar buiten te gaan. Ja, en dan de kerstdagen, maandag en dinsdag. Zeker de maandag ziet er nog erg wisselvallig uit hoor. En erg zacht, dan zo'n 11 graden. Dus ook dan prima weer om binnen te gaan zitten. Op dinsdag dan lijken we even onder iets meer invloed van hoge druk te komen. Komt de zon misschien wat meer tevoorschijn. Dus die tweede kerstdag ziet er dan toch wat positiever uit. Met iets lager dan maxima van een graad of negen. Maar de dagen daarna ja, dan komen die lage drukgebieden toch weer dichterbij. En die brengen opnieuw regen en af en toe veel wind met zich mee. Tot de volgende keer.